Ik vind het gewoon een kant die we te weinig doen met de band. We hadden Black Symphony eigenlijk net achter de rug. Toen we benaderd werden door theaters in Nederland en België. En die had iets van, nou ja, het is de laatste tijd wat de trend om bands te vragen voor theaters. Dat doen ze voornamelijk om een nieuw publiek te krijgen naar de theaters toe. En dan, zeker omdat het publiek steeds ouder werd. En wij waren een van de bands die ook daarvoor gevraagd werden om daar te komen spelen. En voor ons een gelegenheid om een andere kant van de WT te laten zien. Wij hadden zoiets van nee. Dat, ook nog niet eens direct meteen het idee om het op te nemen. Pas toen we eigenlijk de nummers geherarrangeerd hadden en dachten van god, dat klinkt wel heel erg leuk. Misschien moeten we toch maar eventjes voor de zekerheid het even opnemen. We willen eigenlijk alleen maar nummers doen die we eigenlijk voornamelijk nog niet akoestisch hebben gespeeld, dat is bijna alles, behalve een paar singles dan. En ja, we hebben vervolgens ook gekeken naar fans, kijken of wat mensen nou eigenlijk leuke nummers vinden. Ik vind het gewoon een kant die we te weinig doen met de band. Mensen kennen ons alleen maar van het bombastische. En ik vind juist de contrasten binnen de band, muzikaal gezien, de stijlen die we gebruiken, maar ook de uitvoering ervan, juist zo leuk om op te zoeken elke keer. Ik kan zeker meer hierin kwijt. Ik moet zeggen dat ik vind het andere ook heel leuk, maar weer om andere redenen. En, maar muzikaal gezien is dit voor mij natuurlijk een verademing bijna. Omdat je namelijk Maasburg heb je een muur van geweld om je heen. Je kan veel dynamischer zingen, met veel meer emotie denk ik. En meer intentie. Natuurlijk zie je dat wel met een normale show, ook wel de intentie, maar je hoort niet alles erbij wat je normaal gesproken zingt. En ik denk op het moment dat het allemaal wat meer ingetogen is, kan je veel meer dat tot zijn recht laten brengen.